Empau? Het ziet er bijna goed genoeg uit om te eten. Dat is klopt. Welkom bij Belege Gamer, ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Oh, hem of een van zijn mannen. Cordy heeft de tijd en de middelen. Plus de verkrimpte persoonlijkheid die ervoor nodig is. Hij is maar een verdachte, maar alles wijst wel in zijn richting. Wat een hoop dossiers. Ja, ik zit al een paar jaar op deze zaak. Ik heb een enorme berg papier verzameld. Tijdschriften over origami. Denk je dat de killer is geabonneerd op zo'n tijdschrift? Als hij ooit ook maar een greintje belangstelling heeft gehad voor origami, staat zijn naam hier ergens in. De ellende is dat er 500 namen zijn. Dus terug naar alles. Dat is veel. Hé, ik heb honger. Heb je iets te eten? Ik ben geen kok. Maar ik kan wel een roerij voor je maken, als je wil. Allee, ik had goesting in je friet met bustik. Ben zei ik nat. Ik moet even opwarmen. Is het oké als ik ga douchen? Ga je gang. Ga naar mijn slaapkamer, dat is de volgende deur. Ik bak de eieren terwijl je doucht. Bak de eieren? Ik kan eens kijken hoe dat hij doucht. Dat is dan toch om te vragen, hè? Oei, dat is de buiten deur. De volgende deur, dat zie je dus. Maar het kan toch geen kwaad om even te kijken dat alles in orde is. Dat ze de kraan vindt. Wacht hè, Lauren? Die meid heeft lef. Ze heeft echt lef. Spijtig, de deur is vast. Blik. Vreemd om Carter te zien na al die jaren. Hij is geen klap veranderd en nog steeds gestoord. Manfred? Arme Manfred. We hadden net een toast uitgebracht op de goede oude tijd. Het heeft hem geen geluk gebracht. Nee. Een roerei moeten we hebben, hè? Eieren dus. Twee eieren zal wel genoeg zijn, zeker. Klopt. Een pan. Een pan. Steelpan. De koekenpan zou naast de gooksteen moeten staan. Ik heb zaal. De koekenpan. Dan moet ik eigenlijk die koekenpan eens meepakken. Voor de killer. Ik kan ergens in de kop inslaan. Dat zou wel handig zijn, denk ik. Roeren in de pot. Allee, in de pot, in de pan. Vuur zetten ze. Het vuur aanzetten. Want anders gaat dat niet pakken, denk ik. Oh, eens even roeren dat dat niet aanbrandt. Ik ga toch liever tikken een bustik met friet. Wow, dat zal ik even op vuur laten staan. Politiebureau. Het voelt net alsof ik toen iemand anders was. Ik wil daar kijken, voordat hij toast. Ik kan daar niet binnen. Verdomme. Precies aan het aanbranden. Zullen we nog eens roeren in de pot? Ongeveer klaar zijn. Denk het ook. Want anders is dat misschien nog aangebrand. Een port, hè. Moet je ze eerst niet afwassen? Niet. Echte mannen. Die eten dat zo op. Verlassen. Alsjeblieft. Nu ga ik ze halen, ga ik zeggen dat het eten klaar is. Het eten is. Badjas te lenen. Staat jou beter? Dat had ik juist ook te zeggen. Slijmpaal? Hey, dat ziet er bijna goed genoeg uit om te eten. Dat is klasse, hebben we mee. Wat is dat?
Het boekje dat ik bij Manfred heb gevonden. Hierin staat dat 30 klanten onderdelen hebben gekocht voor Royals de afgelopen 10 jaar. De killer kan erbij staan. Nou, weet je, het alibi van 30 klanten natrekken, één voor één. Dat is saai. Behalve als we ze naast die andere lijst leggen. De lijst met abonnees op origami-tijdschriften. Die heb je toch nog wel? Ja, ja. Lauren, wacht. Lauren, wacht. En eten wordt smiet koud. Eten. Nu werken. Eten. Of wat, ja, zo. Klopt die overstelling ook wel? Zijn naam moet hier staan. Help me, we gaan hem vinden. Denk dat? Ik weet naar haar dat hij kijkt. Ik moet er geen tegenrichtje bij maken. Amie. We hebben daar iets gevonden, precies. De naam op beide lijsten is van een joch dat op zijn 10e overleed. Wat wil je nu doen? Zijn kist opgraven, kijken of hij echt dood is? Ik weet dat het nergens op slaat. Tenzij de killer alleen maar zijn naam gebruikt. Waarom zou je de naam gebruiken van een kind dat al 30 jaar dood is? Dat willen we nou juist weten. Het kind heet John Shepherd. Zijn naam moet hier ergens op een graf staan. Ah nee, dan moeten we nog het graf gaan zoeken. Nou. Nooit op, hè? Nee, ze staan hier met een woordenboek. Opgeven. Het is graf. Tijd om op zoek te gaan naar het graf van John Shepherd. Ja, vind dat maar hier eens. Ik weet niet wat ik moet zoeken. Het is koud, het regent en ik sta buiten zeiknat te worden. Oeh, hou ik van mijn werk. Ik weet niet, dat is nat. Die meid weet wat Valderen. Ze doet. Ik hoef niet te proberen haar op andere gedachten te brengen. Nee, want dat gaat toch nooit lukken. Ze is ervan overtuigd dat ze iets op het spoor is. En ik denk dat we hier onze tijd voor doen op dit klote kerkhof. Ik denk het toch. Ik zoek het graf van een jongen die 30 jaar geleden is gestorven. Hij heette John Shepherd. Weet u toevallig waar zijn graf is? Ik haal het kerkhof. De graven zijn in het graf. Ik word er depressief van. Bedankt. Ik kan het begrijpen dat je daar depressief van wordt. Ik zou onderzoek moeten doen naar Gordy Kramer. Maar nu sta ik in de zeikende regen op een kerkhof en zoek naar het graf van een kind dat al 30 jaar dood is. Maar hoe is hij gestorven? Vast besloten. Ze is erg vast besloten. Dat is vet. Hoe sneller we dat graf vinden, hoe sneller we hier weg kunnen. Ja, we waren al te zoeken. Daar staan er ook nog. Ieders vak. Dat heb ik precies al eens gelezen. Dat is precies hetzelfde. Zoek het graf. Maar waar is dat graf? Hey, Scott, waar ga je heen? Het graf van John Shepherd moet hier ergens zijn. Hebben ze je nooit verteld dat je niet mag schreeuwen op een kerkhof? Maak je niet druk, ze horen niks. Zo, nee, ze horen zeker niks. Spiek komen ze er allemaal uit. Zo van, ze komen daaruit van. Zijn we een shot, verdomme stilles, hier proberen mensen te slapen, hè? Godverdorie. Sorry dat ik met een dode lach, maar het kwam ineens op mij op. Dus hier moet het ergens... Oh, een bank. Een bank. Wat is dat? Welke naam moesten we nu weer zoeken, want dan is ik de naam kwijt. Ik denk dat ik het gevonden heb. Lucas. Nee, toch niet. Deze dan misschien. Frederik.
Anoniem Morf, Morri. Ik kan iemand aanvolgen. Ik denk dat we het gevonden hebben. Woehoe! We hebben het gevonden! Eindelijk! Wat verdomme, dat werd tijd. Deze bloemen zijn vers. We zullen deze bloemen klaarleggen. Dit graf wordt nog regelmatig bezocht. Maar door wie? 1967. Maar hoe is hij vermoord? En hoe is hij omgekomen? Hey! Dat is wel heel erg toevallig, zeg. Precies wel, ja. Ik denk dat we de goede richting aan het opzoeken zijn. Arme kleine. Die daar kon ik goed. Ken u John Shepherd? Ik werk al mijn hele leven op dit kerkhof. Ik herinner het me nog. Het was in 77. In oktober. Hoe is hij gestorven? Oké, maar hoe dat hij gestorven is, is voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot de volgende schiet of horror game. Daaaaai.